Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Mario Kart 8 Deluxe, de 150cc Gold Run. Vandaag gaan we de Cherry Cup doen en we gaan ook Wiggler zijn, want ja, hij verdient gewoon eventjes aandacht in de spotlight. Let's go, de Los Angeles Labs, Sunset Wilds van de GBA, Koopa Cape van de Wii en Vancouver Velocity van Tour. Eerlijk is eerlijk. Ik voel deze eigenlijk allemaal niet. Ik vind dit heel erg jammer dat dit een cup is geworden met deze tracks. Geen enkele dat ik denk van nou, daar had ik echt zin in dat hij terugkwam. Nog steeds hoop ik heel erg op Wario Colosseum. We gaan het zien in de laatste wave. Maar eerst laten we deze maar eens gewoon allemaal even doen. Misschien zijn die tourbanen wel heel erg leuk, hè? Want dat weet je niet van tevoren als je ze nog niet hebt gespeeld. En dat geldt ook voor deze. Volgens mij heb ik Vancouver wel al gespeeld in tour. Maar deze niet. Deze herken ik helemaal niet. Ik zie hier van een beach, dus beaches doen het al heel snel goed bij mij. Zo. Nice. Hij ziet er op zich leuk uit, deze baan. Ik hou ook van de vrolijke zorgen. Zorgen gebeuren. Ik weet eigenlijk niet, hoe heette deze banen? Waar is deze nou op gebaseerd? Ik heb geen idee. Oh, die gaan nog weer. Mario Expo, zag je dat bord? Godverdomme! Een of ander stadium, oké, grappig. Nou, ik word een partijtje in de pan gehakt, daar word je baan van. Houd het ook nog een keer op. Niet vanzelf zeker. Ook weer echt een item waar ik gewoon niet heel veel aan heb, zeg maar. Kut. Ook moet ik het op. Dat vind ik in die tourbanen wel eens lastig te zien. Welke kan je nou wel oppakken, welke kan je nou niet opmaken. Dit is grappig gemaakt. Oh. Oh, tuurlijk komt Toadette zich ermee bemoeien. Maten. Oh, kijk, ik ben rode wiggel omdat ik boos ben. Dat vond ik leuk. Oh, ik dacht dat zo'n rampje waar ik heel even overheen kon. Dat viel vies tegen, zeg. Oh, dan word ik tweede. Wat lullig. Zeer lullig. Nou, wel een blije Wiggler. Daar ook van. Oké, niet mijn beste race. Op naar de volgende. Oh ja, Sunset Wilds van de GBA. Nou ja, hier kunnen ze alleen maar de goede kant mee op zijn gegaan, denk ik. Oh, ik heb van Jordi gehoord dat de bedoeling is dat de zon ook echt zet, zeg maar, na elke ronde. Dus dat ik daar even op moet letten of dat wel gebeurt. Anders is het echt raar, want dat gebeurt in de originele wel. Waarom zou je dat hier in deze niet doen? Ik zie nog niet veel gebeuren qua sunsetting. Dat kan aan mij leggen. Ik
Wel een leuk beetje wel. Ik weet eigenlijk nou niet of de sun gezet is of niet. Gedeeltelijk, nee, volgens mij niet. Want dan zou het nu donker moeten worden. Nee. Oh, jullie gaat heel erg teleurgesteld zijn. Oh, zeker omdat ik net 1 seconde eerste sta. Wat een onzin. Hoeveel ik werd ingehaald, holy shit. Kut. Alles gaat fout. Toch nog tweede. Maar ja, weer door dat eerste. Dit gaat niet goed. Nu moet ik de alle andere twee eerste worden. En dan moet Toadette eigenlijk een keertje geen tweede worden. Dit gaat een ding worden. Goed, Koopa Cape. Die ken ik wel. Ik weet nog, toen Koopa Cape uitkwam in de Wii-versie... vond ik dit de kutste baan die er was. Omdat je dan met beweging speelde, zeg maar. En ik echt altijd vast in die buis kwam te zitten. Dacht ik, wat is dit voor een kutbaan? Maar achteraf valt hij hartstikke mee. Godzame. Nou... Hey, waar zijn de stroomdingen? De stroomdingen zijn gone. Sinds je bent gone. Kom op. Oh, daar hebben we Yoshi weer hoor, jezus. Godverdomme, in de laatste turn moeten we dat niet hebben. Dit gaat niet goed. Oh, Shy Guy heeft meegehaald. Ik zie Toadette ook alweer aankomen. Verdomme. Toadette derde of niet? Nee, Yoshi derde. Oké. Ik zit 3 punten achter. Ah, dat is kut. Dan... Ik had de eerste moeten worden. Fuck. Oké, dit wordt nog spannend. Anders moeten we deze opnieuw doen, boys. En girls. Mensen van het goede leven. Vancouver Velocity. Ja, deze heb ik volgens mij wel een keer gespeeld.
Ja, ik weet wel zeker dat ik deze ook heb gespeeld. Het is een heel bekend spel. Maat. Let me with rest, please. Iemand blauw schildje, alsjeblieft. Iemand kill die Toadette alsjeblieft voor mij. Ah. Ik word de eerste, maar ik denk dat het de tweede wordt. Damn it. Ik wou het wel opnieuw doen. Ja. Yeah. Nee. Nee, ik ben de eerste. See. Oh, nice. Oké. Het is weer gelukt. Het is weer gelukt om eerste te worden. Om weer die gouden beker in te pikken. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe het duimpje omhoog. Ik zie jullie graag bij de laatste wave. Nog 2 cups te gaan. Laten we hopen dat Wario Colosseum bij een van die cups zit. En ik ben heel erg benieuwd welke 2 laatste characters we er nog bij krijgen. Ik zie jullie graag de volgende keer weer. Adios, amigos.